Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben druk bezig geweest met opruimen, met inpakken van mijn studio. Ik heb heel erg veel dingen, want ik had in al die laadjes had ik allemaal camera spulletjes liggen, plakkertjes, schroefjes, mounts, accessoires, noem het maar op. Altijd heb ik gewoon die dingen gewoon in laadjes gegooid van ik kom er ooit wel een keertje aan toe om alles op te ruimen. Altijd uitgesteld en nu moet ik het wel langzaam aan de hand opruimen natuurlijk voor de verhuizing binnenkort. Dus ben ik daar de hele dag mee bezig geweest. Ik heb vuilniszakken vol weggegooid. Maar ik heb ook wat hele mooie spulletjes opzij gelegd wat ik ga verkopen. Wat ik niet meer nodig heb. Denk aan oude lenzen, een oude drone. Maar die gewoon nog wel goed zijn. Dus die ga ik verkopen. Dus ik heb een mooie selectie gemaakt. Mooie vooruitgang met het verhuizen. Noël, die is er ook nog steeds bij. Zeker. Marion is er natuurlijk zoals altijd bij. Hallo. En wij willen eigenlijk even Marion een showtje geven. Oh. Ja. Gisteravond waren we hier al heel eventjes mee bezig geweest. Yeah. En één van ons moet het gewoon gaan doen. Veert ook goed. Dan moet je alsof ik ga spreken. Ja, veert ook goed. Ja, je hoort het gewoon in je hoofd bijna. Veert. We hebben sowieso echt iets super tofs klaarstaan hier op de tafel. Dat gaan we straks doen. Dat wordt echt leuk. Maar eerst, bro, wedstrijdje. Om en om. Wie met eerst landt? Begin jij maar, want ik heb al een beetje ervaring hè, in het vak. Dat is wel waar. Ik heb er al 20 gedaan. Ik ben al een beetje misselijk geworden. Oké, is goed. Dan gaan we het onze beurt gaan eventjes doen. En zo. Oh. Hij heeft de bril op hoor. Gaat die dames en heren. Oh, dat was geen afzet. De allereerste van ik dacht dat je ging rennen. Nee, je kon naar de camera. Ik doe een introotje, bro. Okay. Even de epische intro ja, doe ik. Ja, opnieuw. Wow, bijna. Dames en heren, welkom bij de frontflip. Eerste wereld frontflip. Zo, wacht even. Doe we even opnieuw, hoor. Ah, welkom, frontflip. Ja, beste. Komt ie. 1, 2. Oeh. Wat ga ik dat vloog allemaal. Huh? Jouw bed. Oh. Ik dacht dat je de plafond aanraakte. Hoe weg vloog. Huh? Raakte niet het. Ik hoorde zo shh. Echt? Ja. Het geluid van als je met je... eerlijk. Wow, het is heel raar dat ik hier in één keer aan denk. Maar als je denkt dat je iets likt, dan weet je hoe dat voelt. Hoe je het likt. Iets likt. Ja, dus nu in je hoofd denken, hoe zou het voelen als ik nu de muur lik? Nu voel je dat. Ja, ik snap niet wat je bedoelt. Echt wel? Nee. Je hebt de laatste tijd echt vaak in een vlog even weer zo'n besefmomentje, hè? Ja, maar als ik nu denk, ik ga een appel likken. Ik voel gewoon hoe dat voelt. Ik bedoel, als ik gek ben, maar... Ik denk dat ik nu dicht ga likken. Je voelt die stoppeltjes van die muur. Ik snap wel wat je bedoelt. Is dat lekker om te likken, denk ik? Ja, maar je voelt al die stofsmaak. Iedereen heeft al eens een keer een kus gelikt. Ik heb een kus sowieso al eens een keer. Nou, waarschijnlijk per ongeluk toen ik wakker werd of zo. Niet bewust. Nee? Oké, daar komt Noël. Eerste poging. Noël. Eerst even een intro. Backflip. Backflip? Wat? Bro? Frontflip. Als je hem voor de eerste keer doet? Nou echt, legendarisch. Oh! Oh! Bijna bro! Wow, joh, maar hoe, jij doet hem echt goed man. Ja, dat is de kunst van het afzetten. Zag je dat? Ja, ik zag het. Jij doet echt zo. Dat is hem. Ja, en dan likken. Hoe zou het likken? Doe dit maar eens iemand. Helemaal. Ja. Smarties. Huh, zijn het schuddenbuikjes? Wat is het? Wat is het? Moet jij het ook proeven? Ja. Doe mijn hand op. Jij? Ja, doe mijn hand. Je hebt gekeken. Maar, Hij keek gewoon. Heb je gekeken op de verpakking ook? Wat zijn dat dan? Pepernoten? Mini pepernoten. Oh my god. Strooiface, kruidnootjesmix. Echt pepernoten. Lekker hè? Ik vind het. Ja, maar als je lekker. Dat zo op je tong doet, dan voel je dat. Ja. Oké, komt ie. Bij mij ziet er wel een beetje risky uit, hè? Nee. Kom er overtuigd over. Bij jou klinkt het heel hard. Je moet het veel kleiner maken. Ja man, je raakt bijna het plafond. Echt? Ja, de buren horen jou bijna. Nee toch? Nee, serieus. Denk dat je ook straks weer belt. Ja, nee hoor. Arme jongen. Nou, doe hem maar even, dan hoeven we niet meer te doen.
Oké, daar komt ie. Ja, klein maken. Klein maken, ja. Goed je knieën vastpakken. Als je hem nu doet, ja, oké, vooruit, voor deze keer dan. Ja! Lekker, bro! Nee, maar was wel goed, hè? Als je hem nu in één keer weer doet. Ik zie weer sterk. Nee! Oei. Jij? Moet even rusten. Ja, serieus? Ja, ik zie weer sterk. Oh, je had het zo dichtbij. Ik weet het. Ik moet klein maken. Ja, klein maken. Klein maken. Gewoon 1,5 groot. Hij ging bijna helemaal plat. Ja. Niet normaal. Dat is echt zo erg. Het was gewoon alsof je alles wilde aantikken in de lucht komen. Ja. Anders moet je misschien de bril gebruiken, man. Ga ik sneller, hè? Ja, zie je minder, dan is het minder eng. Het is wel heel gevaarlijk. Nee, doe maar. Shit. Kijk ja, hoe ze haar is. Hoezo? Oké, okay, nou, let's go. Denk je dat hij het gaat lukken? Ja? Ik denk het wel. Oké. Okay. Oh. Oh. Maar ik had het in de lucht en dat is niet lekker. Maar nu ga ik hem doen. Komt-ie. Mentaal. Oh bro, hoe kan dat toch? Je komt elke keer zo'n klein... Je komt elke keer zo'n klein beetje tekort. Ik ben bloot. Ik zit er in mijn keel. Hoe kan dat toch? Ik ga me halen, ik wil nu. Gewoon staan, blijf staan. Ja! Ja! Lekker bro! Yes! Yes! Sorry. Lekker bro! Lekker bro! Mijn bal. Auw! Ik heb zo'n jouw bal. Wie is er nu sterk? Oh, wil je stoeien? Zou ik dat aan doen? Ja! Ja? Ja, hij heeft zo'n knelbroek. Oh, ik ga bijna maar aan. Die teentjes. Oh. Nice, wat een afsprong. Holy shit. Gast. Zo. Ik denk dat we het beter kunnen. Echt in de nood. Ja, maar nu gaat hij die andere kant op vallen. Ja. In die kast. Wacht. Ik wil mijn buik afspannen. Ja! 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 Lekker! Hoppa! Hé, man, moet vaker doen. Lekker, man. Oei, oh, joh! Ippon, Ippon, ja, Ippon. Goed, goed, goed. Leuk. Oké. Okay. Kijk uit voor je nek, schat. Oké, deze. Wat gebeurde daar? Ik kreeg geen lucht. Kan je dat echt zo? Nee, dat kan ik niet. Nee, kan jij wel iets wat ik niet kan? Nee, dat kan ik niet. Oké. Keuren. Ja, dat nu ik. Hij is zo aan het hijgen. Doe maar. Ik wist dat het matras in de woonkamer goed idee zou zijn. Hebben we? Ja. Oké.
Oké. Dat is wij zo. De andere kant. De volgende. De deadly flip. Is dat een deadly flip? Ja. Juist. Ja. Oké. Ja, man. Wow. Ja, was hem wel. De laatste. De laatste. Oh, zo, die zag er wel spectaculair uit. Dat is niet wat je ging doen, hè? Doe maar. Die zag er wel spectaculair uit. Dan gooi je me heel in de ring. Shoot. Je hebt gewonnen, man. Wie ben ik? Jij bent het. Ja, we gaan nu even iets anders doen. We gaan namelijk spelletjes spelen. We hebben alles al klaarstaan. Dit is echt een superleuk spelletje. Eigen editie, gemaakt door een fan. Fan editie dus. En dit wordt echt geniaal. En Noël staat echt al de hele dag te springen om dit te doen. Ja, en hier net op. Oké, dames en heren, daar zitten we dan. Ga jij maar schudden trouwens. Ik schudden? Ja, en dan mag je mij eentje geven. En daarna mag je jezelf eentje geven. Ja, alle spelers die je hier ziet op het bord, die zitten dus tussen de gele kaarten. Wow. Goed bedacht. En we moeten van elkaar raden wie we hebben. En daarom heet het ook Wie is het? Zo slim. Wie hoop jij te krijgen? Oh, je mag niet kiezen uit die gele kaartjes. Ik heb je net spelregels. Oh. Ik hoop Lars. Je hoopt het? Ja, Lars. Zit hij ertussen? Ja, man. Okay. Ja, achter. Ja, 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 achter. Ja, ja, klopt. Ja. Oh, ik bedoel die. Oh, Lars. Oh, ja, ja, ja. Lars. Ja, dat je Lars krijgt. Ik, ja. Ik hoop dat ik Marvin krijg. Marvin, dat kaartje. Oké, ik heb geschud. Die. Hey, Bas. Jij moet ook een kaartje pakken. Oh, ja, ja. Kijk, deze pilleka. Mag ik dat ook zeggen over deze? Ja, tuurlijk. Kijk, deze lelijkert. Noël. Klaar? Prettige wedstrijd. Succes, jongen. Jij mag beginnen. Je mag of meteen gokken, wat ik heb. Of je mag gewoon zeggen hoe en wat. Ja, nee, ik ga een vraag stellen. Je mag ook gokken. Nee. Nee? Nee, nee. Dat heeft nog nooit iemand gedaan aan meteen gokken, dus het zou kunnen. Wie zou lelijk vinden? Ja. Wie zou ik lelijk vinden? Wie ga je nu kwetsen? Oké, mijn vraag is. Is deze persoon ouder als jou? Nee. Is niet ouder als jou? Nee. Oh, goede vraag eigenlijk. Ook ouder als jou. Zo. Ook leeftijd afgaan. Die is sowieso ouder. Die is sowieso ouder. Die. Die. Ik denk dat ik iedereen heb. Oké. Heeft de persoon die jij hebt een pet op? Ja. Ja? Ja. Daar gaat hij. Ja. Oh, een foto. Ik ben hier gevraagd of hij op de foto of in het algemeen. Ah, leuk, leuk, leuk. Nou, ik heb nog drie over. Wow, als ik mezelf heb, dames en heren, wauw. Oké. Moeilijk, jij weet een beetje die vraag natuurlijk. Heeft hij een pet op? Bro. Nee. Wacht, ik vraag aan Marvin even de scheidsrechter. Mag je dezelfde vraag stellen? Ja? Marvin zegt ja. Oké, okay, is het de vraag pet op? Ja. De persoon heeft een pet op. Wat een puinlak. Hoppa, hey, ik heb nog drie. Hey, als ik toch mezelf heb. Oké, dan ga ik gewoon gokken. Ik heb mezelf. Jij hebt mij. Ja? Ja? Echt? Hoe dan? Nee, laat zien dan. Ja. Wat is de kans? Ik had jou gewoon getrokken. Oh my god. Doe jij nu schokken dan wel? Nee, jij mag ook gokken door mij. Heb jij mij? Wat? Heb jij mij? Heb ik mezelf? Heb jij mij? Wat? Hoe dan? Wat? Ja, hoe kan dat, hè? Wat? Dit is echt ziek. We hebben elkaar. En jij hebt geschud, hè? Ja. Er zit niks geheims achter. Nee. Dit is gewoon ziek. Dat was op camera. En we hangen altijd elkaar achter elkaar. Gewoon de bovenste. Bro, wat de heck. Ik zag dat Noël jou had. Toen ik ben benieuwd welke enzo. Ja, ik zag je ook bij mij kijken. Ja, wat de heck. Bro, dit is zo toevallig. Hé, maar één over mij. Eerst potje. Ja, we gaan de eerste tot de drie even. Let's go. Wow, wat. Ik noem je al lelijke telbegrip. Ja, ik jou. Pak maar. Komt ie.
Jee, dit is wel een lelijke. Oh. Dat zeg ik liever niet over de mijne. Nee? Nee, dat ga ik zeker niet over de mijne zeggen. Oké. Okay. Ja, je ziet het. Goed, omdat ik heb gewonnen mag jij de eerste vraag stellen. Oké. Okay. Even je pet. Spreek je deze persoon wekelijks? Nee. Moet ik een vraag stellen? Nee, dat is wel een hele bijzondere vraag. Ja, die spreek je wel wekelijks. Ja. Ja. Ik heb het laatst wel gesproken. Ja, de kinderen ook. Samantha ook. Niet dame. Dat is echt een rotvraag. Ja, die vraag heb ik nog nooit gehad met mijn maar die spreek je ook wel wekelijks. Myron natuurlijk. Zelf spreek ik natuurlijk ook. Logische vraag. Deze. Nou, als ik dat nog zie, tijd. Best goede vraag. Ja. Maar zo weinig mensen spreek ik wekelijks, denk jij? Ja, deze mensen die ik nu allemaal heb omgetikt, die spreek ik allemaal wekelijks. Hè? Dat denk ik wel. Die heb je wel één keer in de week dat dus je even zegt, woehoe. Dus de persoon die daar nu staan, die spreek ik niet wekelijks, denk jij? Ja, niet elke week. Oké. Okay. Nou, dat is een goede vraag, toch? Ja, toch? Je hebt veel al omver getikt. Ja. Ja. Is het een vrouw? Nee. Nee. Kijk, dat is makkelijk. Dat is ook op zich wel een goede vraag. Dat is gewoon een standaard vraag, maar... Ja, ik moet die eigenlijk nu ook stellen. Sorry dat ik het zeg. Is het geen een man? Nee. Is het geen man? Nee. Gaan de mannen weg? Moest je nog lang over nadenken eigenlijk. Ja, dat is wel hard hoor. Ja. Wie is wat dit? Een goede vraag. Weet je iemand? Nee. Weet je niet wie dat is? Geen idee. Heb je niet gesproken? Marvin. Wie is dit? Oh ja, ik weet wie dat is. Ja, jij weet ook wie dat is. Fluister het in. Huh? Doe jij maar even hard op iets. Ja. Hoe kan je dat niet weten? Nee, ik dacht dat je iedereen kende op het bord. Ja, dat dacht ik ook. Heeft de persoon krullen? Nee. Nee? Geen krullen? Nee. En die kan weg. Die kan weg. Oké, ik had gehoopt dat ik krullen zou hebben. Is deze persoon van jou, uit jouw familie? Familie van jou, Knol. Nee. Is niet familie van jou. Waarom dacht jij zo lang over na? Omdat jij twijfelde met je vraag. Nee. Ik heb nu een voorgevoel voor deze. Oké, dan ga ik nu de volgende vraag stellen. Aangezien jij daar nummer 3 hebt, moet ik echt een hele risicovolle vraag stellen. En daarom vraag ik ook, is de persoon die je hebt kaal? Nee. Ah, oh, damn. Ja, dan gaan er maar 2 mensen weg namelijk. Anders heb ik er 2 over. Dat was mijn comeback geweest. Maar... Wow, dat is echt moeilijk even. Heeft degene blond haar? Heeft blond haar? Ah. Ja, dit is een beetje bruin. Is dit blond haar op deze foto wel? Ik ben zo benieuwd wie dat is, want die persoon ken jij niet, zeg je toch? Nee. Ja, ik ken hem er wel. Ik ken haar niet op deze foto. Ik had hem nog nooit zo gezien. Nou, wel een leuke foto. Nu ben ik zo benieuwd. Ja, ik zeg dat het dit, ja. Nou, alles is deze, maar... Oké, daar heb je eentje over. Ja. Goed, dan komen we er straks achter of je gelijk hebt. Dan ga ik gewoon een gok doen. Jij hebt Milan. Nee, helaas man. Dat was een gok. Oké, nou, nu mijn gok. Ik hoop dat die goed is. Is het Treintje? Ja, Treintje! Wat? Je hebt het goed, man. 1-1. Bro. Goeie wedstrijd. Weet je wie ik had? Nee, ik ga raden. Oké. Okay. Ik denk dat jij Thijs hebt. Nee. Nee? Ja, dan ja, niet mij. Ja. Bro. Trok jou 2 keer. Wat? Bro, dames, jij zei lelijke haat tegen mij. Ja, ik dacht, ik heb weer een hint. Wauw, je hebt me 2 keer, ja, ik trok jou gewoon 2 keer. Maar wie was die persoon? Elisabeth. Oh, de vriendin van Mila. Ja. Ja, ik ken die natuurlijk wel heel vaak. Ja, gezien, nee, maar... snap ik. Ja. Oké, bijzonder. Ik dacht eerst dat Nicole was. Gewoon 2 keer mij, bro. Ja. Oké, dames en heren, het staat dus 1-1. Ik leg de stapel hier neer, ik pak een kaartje. Oeh, kijk eens even. Oelala, wie hebben we daar? Pak ook een kaartje. Zo, oelala, wie hebben we daar? Stuur. Stuur de bikkel, hé? Wil je stuur de bikkel zeggen? Oké, nou dan is het een man. Ja, het is een man. Het is wel echt een man. Kijk, dan gaan we alle vrouwen even wegdoen. Kijk, je kan beter een vrouw hebben als plaatje dan een man. Tenminste de tegenstander, want je ziet het. Meer dan de helft van het bord is een man. Maar goed, ik heb toch bijna de helft weg. Mijn vraag aan jou terug. Is het een vrouw? Ja. Het is een vrouw. En jij hebt het dan wel weer goed, hè? Dus jij hebt wel weer het geluk dat ik een vrouw heb. Een vrouw, een vrouw. Deze kan ook weg, denk ik. Ja. Dankjewel. Gokje. Heb ik allemaal vrouwtjes. Gezellig. Gezellig allemaal, jongens. Heeft de persoon die jij hebt een pet op? Nee. Dan kan deze weg, deze. Nou, dat was het. Een snelle vraag. Zou je met deze persoon in kwestie een relatie kunnen hebben?
Nee. Oké, okay, dan blijven we allemaal kinderen over. en je oma natuurlijk. Dat moet ook trouwens. Dus kan je ook wel een relatie mee hebben. Ja, dat is een moeilijke vraag. Zou je met deze relatie kunnen? Ja, het zou kunnen. Je stelt al hele originele vragen. Ja, deze kan je, ja. Dus alle personen die jij daar nu hebt, daar kan ik geen relatie mee hebben? Nee, ja, deze kan je... Hou je van oudere vrouw? Okay. Bro, als dat mijn oma is? Nee, natuurlijk niet. Geen eigen familie. Kan je daar een relatie mee hebben. Okay, ja. Nu heb ik echt een persoon, die kan je geen relatie mee hebben. Okay. Is de persoon die jij hebt een kind? Ja. Yes! Ja. Dat was een lekkere vraag, hoor. Kijk, nou, ik weet niet of ik deze trouwens ook moet doen. Nou, vooruit. Shahid? Ja! Oeh, dat was Shahid, ja. Oké, dat ben jij. Nou, lekker gespeeld, hoor. Goeie vraag en zo. Yes. Is deze persoon familie van jou? Ja. Knol? Oh, die knol kwam er nog achteraan op laatst. Oké. Misschien een andere verre van. Oké, daar heb jij nog twee over. Ja. Heb jij Shen, mijn broertje? Nee. Ik moest gokken. Ga ik ook gokken. Gok maar. Kom maar. Is het je moeder? Wat zeg je? Is het je moeder? Wat? Is je mama? Yeah! Hij is zo goed hierin, hè? Yes. Ongelooflijk. Dan heb jij Luciano. Nee. Virginio. Wat is die andere? We hebben nog gekend, hoor. Giovanni. Nee, het is Virginio. Oh, ik moest even nadenken. Nee, dat is Gio. Zo, dat is wel goed dat jij eerder hebt gewonnen dan ik. Want anders had ik het gewoon verkeerd gegooid. Ik wist niet eens wie ik had. Nee, dat is Gio, man. Ja, sorry. Oh, ja, Gio. Oké, er staat 2-1, hè. Wie het eerst bij 3 punten is. Kijk eens even. Wat een mooi plaatje, zeg. Ja, fantastisch. Ja, ik heb ook een leuke. Ja, deze is super mooi. Echt, echt heel mooi. Heel erg mooi. Noël? Helaas. Nog mooi. Staat de persoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Deze man heeft vragen, jongen. Nee, ja. Nee. Niet? Nee. Niet. Geef het verstelste over mensen, je kan weg. Zo, dit is wel echt een leuke zo vraag, hoor. Je is zo origineel wat jij doet, ja, hè? Die staat sowieso. Jij. Zo, zijn die allemaal ingeschreven bij Kamer van Koophandel? 100%. Echt? Ja. Zijn er zoveel bedrijfsmensen die ik ken? Ja. En Pim ook. Zo. En die ook. Veel eigen ondernemers dus. Ja, ik heb veel ondernemervrienden. Mario. Oh. Die ook. Nog één. Ik ben benieuwd wie daar bijna vergeten was dan. Dat was ik. Oh, jij! Je vergeet zichzelf gewoon. Welke ondernemer? Ja, ik sta er wel in. Je staat wel ingeschreven. Maar ondernemer niet. Ingeschreven, maar niet ondernemer. Nee, ik geloof dat deze mensen niet in de kamerkast staan. Is de persoon die jij hebt op het kaartje, woont hij nog thuis? Nee. Hij woont niet meer thuis? Nee, hij woont niet meer thuis. Niet meer thuis bij papa en mama? Nee, niet bij papa en mama. Ook niet bij mama of alleen bij papa? Nee. Weet je zeker? Ik ben 100% zeker. Oké, dus de persoon woont niet meer thuis bij papa en mama. Deze woont niet meer thuis bij papa en mama. Dus deze kan weg, deze kan weg, die kan weg, die kan weg, die kan weg, die kan weg. Dat is het, denk ik. Deze wonen allemaal niet meer thuis bij papa en mama. Oh, ik vergat er eentje. Oh, deze ook trouwens. Ja. Zo, best wel een goede vraag eigenlijk. Ja. De rest woont allemaal op zichzelf. Nice. Zo, bro. Spannend, hè? Als jij nu wint, dan heb je gewoon die 3 punten. Kookt deze persoon in het algemeen veel? Nee. Nee? Nee. Nee. Zo weet ik wel zeker. Dat weet ik wel zeker. Ik denk dat hij het ook niet zo goed kan, eerlijk gezegd. Niet lullig bedoeld, ik kan het zelf ook niet zo goed. Maar... Ja, ik denk dat ik die wel heb. Woont deze persoon in het noorden? Nee. Nee? Nee. Woont niet in het noorden. Ja, dan kunnen best wel mensen weg. Nou, valt mee eigenlijk. Ik vraag te snel. Nee. Jij bent. Is deze persoon van de familie Shahid? Nee. What? Ja, voor jou. Ik dacht van wel juist. Wow, dat is echt een goede vraag. Bam, oh my god. Oké, heeft de persoon een pet op? Nee. Ja, het moest wel. Anders had ik er 2 over, nu heb ik er 2 weg. Nou, dan ben je. Ik stel nog wel een vraag.
kan je ze meteen al gokken. Nou, wat jij wil. Is hij lekker aan het smikkelen op zijn plaatje? Ja. Hij is lekker aan het smikkelen. Ja, zeker lekker aan het smikkelen. Zo. Ik heb deze wegtikken. Oké, dan ga ik een gok doen. Ja. En de enige manier om mezelf nog te redden is om goed te gokken. Dus ik denk dat je hebt Myron. Ja! Ja! Serieus? Ja, hoe kan dat? Yes! Yes! Oh my god, wat een ziek gok. Oh my god. Yes, 2-2. 2-2. Yes! Ja, ik had het laatste. We gaan nog een potje doen. Nog een potje. Kijk al voor alle mensen die ik gokte, gokte ik jou schat. Wie is jij? Opa, hou. Kijk wie ik had, opa. Ik gokte jou. Nice. Oh my god. Maroon. Zo, dit wordt wel een spannend potje. Dit wordt echt een spannend potje. Oh, dat ik dat goed had. Echt ziek. Echt nice. Heb ik nog extra vraagje? Ja. Inderdaad. Ah, schrikkelijk. Ja. Godstak. Dat moet je nooit bij mij. Waarmee dan weer lekker aan het schrikkelen? Hoppa. Kijk, dit is perfect. Dit is gunstig. Dit is echt gunstig. Oké, dan ga ik vragen. Stel je vraag. Dit is echt gunstig voor mij. Ja? Kom op, denk goed na. Ik ga het gewoon stellen. Is de man? Nee. Yes! Dat is top. Dat is echt top. Boom! Kijk, het is in mijn voordeel. Heb je al eens een keer met deze genen gewerkt? Zakelijk? Nee. Ik heb nooit zakelijk mee gewerkt. Nee. Oh, goede vraag. Als ik dat zo zie. Of je doet me wat. Toen wel een beetje. Eigenlijk, wow. Wow, bro! Wat? Ja, bro, nu zie ik het kaartje ook. Oh mijn god, dit is vet. Was ik net zo lekker bezig? Ik schrok ook. Hij valt ook weer uit. Hij valt er precies. Ja, hij valt precies op het kaartje. Gast! Oh my god. Zo, lang potje dit hier. Ja, dat wordt lang potje zo. God. Hij valt er precies op die gele kaart. Mag ik een kokosmacroon? Oh, dat is lekker, dames en heren. Kokosmacroon. Ik zie Myron snoepen. Ik denk, oh, ik moet ook even iets hebben. Oh, alleen jij krijgt het ook weer voor elkaar. Terwijl je er eigenlijk niks mee te maken had. Want ze gewoon niet plakken. Kijk, kokosmacroon. Zal ik jullie een kaartje geven? Ja, ik vind dat eetpapier daaronder vind ik altijd zo bijzonder. Oh, lekker. Wat smaakt dat? Suiker al zo lekker. Oké, Myron die heeft er serieus eentje uitgekozen. Dat is ziek. Steenpier schaap, wie mag beginnen? De finale? Nee, yes. Oké. Okay. Je hebt Milan. Nou, gefeliciteerd. Ja. Oh! Wat? Wees me dan! Ja, omdat jij ging kiezen en ik dacht, als er iemand zou kiezen, wie zou jij dan kiezen voor mij? Milan, dat was gewoon een gok, mijn eerste gedachte. Oké, dan mag Thijs, mag... Wauw, Myron! Carlo, mag nog wel nu ook kiezen. Nou, wie denk je dat ik heb? Thijs. Ah! En dan mag Thijs ook kiezen, zei Myron. Sorry! Dit loopt helemaal uit de hand. We doen het origineel. Nee, maar hier ken ik Myron te goed voor. Dat is ziek, hè, hoe goed ik jou dan ken. Mm-hmm. Ja. Ja, ik ken jou zo goed dat ik gewoon weet dat jij Milan gaat pakken. Dat is ziek, hè. Ja, gewoon goed hebben, ja. Ja. Als jij Milan hebt, hè. Oh. Jouw zijn Milan. Ja, ik mag al beginnen, hè? Wel eerlijk blijven, hè? Wil je weer doen? Eigenlijk wel. Is de vrouw? Ja. Yes! Kijk, gunstig. Gunstig. Is de man? Ja. Het is een man. Ja. Is de persoon ouder dan 30? Maar. Is het niet ouder dan 30? Ja. Yes! Goeie vraag en zo. Yes! Ja. Boom! Ik moet nu ook. Heeft degene op het plaatje een pet op? Ja? Yes! Oh, dit is zoveel gemakkelijker. Oh, yes. Je moest ook wel. Ja, ik moest.
Oh, dit is zo fijn. Oh, dan zit hier ook nog snoepjes te eten, lekker. Oh, dit is toch jouw droom, dit. Oh, dat is echt genieten. Je vergat even dat je hem had, hè. Ja, dit is helemaal in het spelletje. Pet, hè? Hey. Oh, zat ik met jouw voeten kietelen? Maar lekker. Voetje te vrij onder de tafel. Heeft de persoon blond haar? Ja? Oh, dit is zo spannend. Dit is zo spannend. Ga je nog een vraag stellen? Hierna of ga je gokken? Kom, dat kan je wel vertellen aan mij. Ik ga gokken. 25%? Ja, 1 op 4, hè. Kan gewoon. Ik gokte net 1 op alles. Had ik ook goed. Noël? Nee, ik gok niet, maar ik bedoel even de emoties in jouw gezicht kijken. Oh, joh. Ik ga even alle namen langs. Jij reageert. Thijs. Wow, wat een grap, mag dit? Ja, ja. Volgens mij niet, hè? Ik zei dat niet. Nu zeggen. Oké, wacht. 3. Nee, ik moet een beetje nadenken. Heb je jezelf? Nee. Oh, yes! Jij hebt Myron. Ja! Yes! Oh. Myron! Oh. Myron binnen de punt. Yes! Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Nee, man, was het. Laat zien. Dat is Myron. Yeah, Myron. Myron. Ik heb een prijs voor de winnaar. Myron, wie denk je dat ik heb? Ja, het kan alle drie. Was het Thijs? Yes, Thijs. Het was Thijs. Ik had gewoon Thijs hier weer. Myron koos hem voor mij en ik had hem zelf ook gepakt. Thijs voor mij. Ik heb een prijs, dames en heren. Ja. Yes! Oh, super. Zullen we naar de badkamer gaan? Ik mag hem hier open doen. Kijk maar ook rond die gaat. Zullen we naar de badkamer gaan? Even voor de zekerheid. Ja, dat lijkt me een goed idee. Kom maar, Noël! Mijn korrel! Hij schiet gewoon in jouw mond, hè? Hij kan ook nog op mij schieten, hè? Dat is niet leuk dat ik hier sta. Spoot hij in jou? Op jou? Ja. In jou? Hij spoot in mij. Ja. Ik heb een zakje. Ja. Een zakje, oké. Okay. Helemaal gevuld. Ik vind het echt oprecht een beetje lekker. Wat is dat dan? Hoe smaakt dat? Het is gewoon siroop, knijterzoet. Ja, gewoon lekker, hè? Oké, welke heb je gekozen? Hé, hey, de groene. Ook groene. De groene bal. Ja, man. Even het zwakte punt voelen. En dan weg. Nee, ik heb gewoon echt zin in. Nee. Oh, wat heel gevoel. Oh, dat heel gevoel. Dat is niet goed. Oh. Dan moet je nu schoonlikken. Jij wou weten hoe het voelt. Oh, jij wil in de badkamer. Je wil weten hoe het voelt, toch? Geen toon. Oh, hij ging gewoon omhoog. Ja, dat moet wel even schoongemaakt worden, anders blijft het groen hier. Vind je het lekker? Ja. Oh, je moet gewoon moet eerst een doekje. Ik ga likken. Oh. Vind je wel in je mond? Ik vind het helemaal niet lekker wat er in zit. Nee, Noël vindt het heel lekker. Ja? Ja. Zo ben ik benieuwd hoe je dit schoon, hè? Zou je wel? Inderdaad. Ik krijg het niet schoon. Oh mijn god. Eeuw, hij is sproeide gewoon. Nee, maar dit is heel kut. Nee, dit is echt niet goed. Dit is echt niet leuk. Nee, ik krijg het niet schoon. Nee. Heb je dat doekje nat gemaakt? Ja. Oh nee. Hij zegt... Ja, maar hij was wel nat, maar niet heel vol. Nee, wacht. Ik heb iets. Ik heb spray. Ik heb spray. Ja, we moeten gewoon het hele huis opnieuw verven als we deze gaan verkopen. Ja, dit gaat er echt niet aan. Nee, het zit er gewoon nu al in. Oh, moet overgevecht. Goed idee, in de badkamer. Ja. Je staat toch niet voor niets op alles reiniger? Ja, maar ik weet niet of dat gaat werken. Misschien even laten intrekken. Nee, doe eens. Zie je? Nee. Er komt gewoon heel veel sop op. Ja, met zeep lijkt het wel dicht. Zullen we allebei nog eentje doen? Ja, lekker. Welke wil jij nu? rood. Rood? Ja. Van rood. Rood. Lippen. Komt ie. Maar jij zo. Niet te dicht met die camera. Oh. Oh, joh, pas op voor je tanden. Oh. Hij ging in mijn keel gaan. Ja? Ja, was lekker, man. Je hele tanden erin. Ja? Nee. Oh. Oh, ja. Sorry. Hier, mensen. Ik neem ook een keer de druivensmaak. Snap ik, lekker. Ook een beetje? Ja. Rechtskeel gaat in. Al die dingen zijn goor nu. Ja, ik vind ze echt niet lekker. Nee? Nee. Oh, ik vind dat echt oprecht. Kun je ook zo met je hand doen? Nee, ik doe. Nee, ik kan niet. Bestel als een ei, wist je nu dat? Wat? Ik sta ook hier, hè? Ja.
Doe maar eens kapot, hè? Ja. Nee, dat kan niet. Nee, maar je mond... Nee, maar je mond is heel sterk, hè? Oh, pers me uit! Nee, dat kan echt niet. Nee, maar je mond is echt heel sterk. Oké, nou doe beide tegelijk. Tegenover elkaar staan en beide tegelijk. 3, 2, 1. Wow! Yes! Oh my god! Je pet er weer, man! Oh joh, wat gebeurde er? Wat heb ik zojuist meegemaakt? Dat is een flinke klap, hè? Oh, ik weet helemaal niks meer van dat moment. Kom, hoe mis mijn mond is. Zo. Ik kan me helemaal niks meer. Zo. Dat was één blur. Zo, ik zit er helemaal op. Ja, de camera zit er ook helemaal onder. Kijk, nu zie je heel goed dat er allemaal spet is op de camera. Zo, we gaan even alles boenen. Ja, schoonmaken. Ja, ik ben echt nat. We gaan even alles boenen en dan zien we jullie zo terug. Zo, dames en heren. Ik moest even een ander shirtje aan doen en ik ben weer helemaal fris. Nou ja, soort van. Ik ben een beetje moe aan het worden, dus ik ga lekker naar bedje toe. Want ik heb nog even lekker gelopen gamen vanavond. Was super relaxed. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Morgen ga ik gewoon een puppy ophalen. Oh my god. Dat wordt echt super nice. Dus ik zie jullie dan. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet dat duimpje omhoog niet. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.